U bent gepromoveerd op de naoorlogse geschiedenis van Ede. Is er een moment in de geschiedenis of een oorzaak aan te wijzen waardoor we door tot de keuze voor een zondagsopening zijn gekomen? Die keuze voor groei die de gemeente eigenlijk na de oorlog meteen gemaakt heeft en ook vol heeft ingezet, dat dan dit punt niet helemaal onverwacht komt. Als je kijkt naar de voorbereidingen van het kernplan 1964, die dus al in het eind jaren 50 zijn ingezet. Daarin werd winkelen en de toename van winkelen heel duidelijk al herkend als een ontwikkeling die alleen maar sterker zou worden. Zowel Qantas, die in opdracht van de gemeente allerlei onderzoeken deed naar de behoefte aan scholing, naar de behoefte aan winkelen, winkelareaal, en naar de behoefte van sportbesteding, culturele voorzieningen. Die voorzag ook dat winkelen door de toename van welvaart en vrije tijd fors zou groeien. En ook de provincie zag winkelen als echt iets van de toekomst. En Ede wilde graag die regiofunctie versterken, ook op het gebied van winkelen. Dus bij er was bijvoorbeeld binnen het kernplan 64 in de raad veel verzet vanuit de confessionele en met name de orthodoxe kant tegen toename of uitbreiding van culturele of recreatieve voorzieningen, zeker in het centrum van Ede, maar niet tegen dat winkelen. Winkelen om het winkelen, wat wij nu eigenlijk shoppen noemen. Dus gewoon niet je boodschappen doen om brood op tafel te krijgen, maar gewoon puur voor je lol te gaan winkelen. Dat werd niet gezien als er was geen probleem mee. Ja, en als je dat sterk stimuleert, dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment, als het onderdeel wordt van je vrije tijdsbesteding, dat je dan ook de vraag kunt verwachten of mensen dan op hun vrije zaterdag of zondag gaan winkelen of willen gaan winkelen. Denkt u dat de zondagsopening in de geschiedenisboeken over Ede als een belangrijk moment opgenomen gaat worden? Of het een kantelpunt wordt, weet ik niet. Er zijn meer van die kantelpunten geweest. Ook rondom het culturele debat. Het culturele debat van de Reehorst. Wel of niet in handen van de gemeente. De vraag die vaker heeft gespeeld. Is de gemeente ook een ondernemer op het terrein van de culturele sector? En die heeft bij de Reehorst gespeeld. Maar die heeft ook bijvoorbeeld bij het Openluchttheater gespeeld. Die heeft bij de zwembaden gespeeld. U heeft nog niet een boek van na 1995 in de stijgers gezet? Nee, dat heb ik niet. Ik merk ook van hoe dichter op je eigen tijd komt, hoe lastiger het is om ontwikkelingen goed in te schatten. Omdat je dan, kijk, achteraf lijkt alles logisch zoals het gegaan is, maar dat komt puur omdat je de uitkomst weet. Je zoekt dan naar de bepalende factoren die tot een bepaald besluit hebben geleid. En nu is eigenlijk de toekomst nog open. Als die zo duidelijk was van waar het naartoe ging, dan had je geen werk meer.